interessant. Maar dat staat nog altijd niet op het curriculum van universiteiten. En je zult begrijpen na deze exposé dat ik nooit prof zal worden. Gewoon, dat kan ook geen kwaad. Zolang dat je een beetje het gezond verstand huldigt. Ik gebruik de slides die opgemaakt zijn door Greet Bergmans, die hier niet aanwezig kan zijn. Ik heb een paar woorden eruit verbeterd. En jullie zou zeggen gecensureerd. Wegens het grote enthousiasme. Maar alle gekheid op een stokje, het is vooral haar bijdrage. Maar ik ga trachten van u inzicht te geven in procedures en inspraak. Waarom? Omdat het recht een noodzakelijk kwaad is. En af en toe ook een welgedegen instrument om zij die niet willen horen, beter te doen voelen. En het werkt nog, dus de ingenieur is heel tevreden. U ziet daar projectverloop, dus wat gaat er allemaal gebeuren? Ik ga trachten van u van een busje zijn. U ziet, er is een plan mee opgesteld, het fameuze plan mee. We zijn nu in 2014, dus dat plan is af. En dan gaan we aan de volgende fase komen, dat is het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Er zijn nog andere zaken voor u uiteindelijk gaat komen aan de stedenbouwkundige vergunning. En dan uiteindelijk ook de aanbesteding. Nog anders gezegd, er zijn nog een aantal stappen die men moet doorlopen voordat een vergunning wordt afgegeven. U ziet het woord stedenbouwkundige vergunning, dat kan ook zijn stedenbouwkundige vergunningen in het meervoud. Dus u kunt één plan bij hebben. Er is uiteraard maar één ruimtelijk uitvoeringsplan. Maar uiteindelijk kan het komen tot meerdere vergunningen. Ik zal u later zeggen dat er misschien een addertje onder het gras ligt qua procedure. Maar dus zo heeft u inzicht in de timing. Men heeft een plan bij, dan een groep, een project bij, dat gaat meer in op de details. En dan uiteindelijk de vergunning. Qua timing, dat is belangrijk voor de jurist om te weten wanneer kan er tussenkomen. Het is ook belangrijk voor u om te weten wat kan uitgevoerd worden in termen van politieke realiteit. 2014 zijn de verkiezingen. De volgende verkiezingen zijn pas binnen 5 jaar. Dus 2019. De ploeg die nu aan de macht zal komen, en macht is nu eenmaal macht, die heeft dus als het ware een blanco cheque voor 5 jaar lang. En het is goed van dat te beseffen als u deze timing voor ogen houdt. Wat is een planberg en wat is een projectberg? Wel, ze hebben gemeenschappelijke aspecten, dat staat op de site, dat zal op de internet, op de website van Ademloos komen. Er zijn gemeenschappelijke punten, namelijk men moet bijvoorbeeld de gevolgen beoordelen voor mens en milieu. Er zijn nog andere zaken, men moet alternatieven, redelijke alternatieven onderzoeken. Dat is een verplichting bij de opmaak van dat plan en van het project. Zeer belangrijk uiteraard is dat er openbaar onderzoek is. Er is dus inspraak op een bepaald moment bij de opmaak van dat plan en later van dat projectwerk moet het betrokken publiek moet opmerkingen kunnen formuleren. Er is wel een verschil qua, zou ik zeggen, dimensies, in die zin dat het planwerk, daar gaan we keuzes maken, basiskeuzes over een aantal alternatieven. De vraag is natuurlijk of al die alternatieven op dezelfde wijze zijn onderzocht, met dezelfde ernst, met dezelfde zorgvuldigheid. Of dat men alternatieven niet onheus heeft behandeld, dat is een andere vraag. Het is de vraag, is dat wel wettelijk gebeurd? Maar het planwerk, men onderzoekt alternatieven. Projectwerk, dus dat is het tweede hier, daar gaan we meer in op het detailniveau. Daar gaan we bijvoorbeeld stedenbouwkundige voorschriften voorleggen. Er is ook het aspect geciteerd van de geluidswering. Men gaat aandacht besteden aan meer concrete aspecten. En de regering moet bij voorkeur zeer goed rekening houden met wat in dat plan BER en in dat project BER is opgenomen. Zo niet kan men naar de Raad van State gaan om te zeggen, kijk, dit of dat is onheus gebeurd. Tussen die twee, tussen dat plan en dat project,
heeft u wat men noemt het gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan. Hoe ziet dat eruit? Wel, dat is een plan, het woord zegt het zelf. Men gaat daar intekenen hoe dat men de situatie ziet. Men, dat is de overheid, op basis van wat eerder is gebeurd. Dus hier, voor alle duidelijkheid, tracht ik het sportpaleis te situeren, dat is hier. Dit is dus de huidige ring. Dat is een plaats waar ik vrijdag een lekker band had op de autostrade. Dus als binnenkort met 20 stroken, als ik daar een probleem heb, dan is het nog ernstiger dan vorige vrijdag. Dus ik kan u zeggen, ik ben persoonlijk momenteel tegen 20 rijstroken. Zeker als ik aan de linkerkant een paddenband krijg. Los wat. Dat plan moet dus voldoende duidelijk zijn. Als dat plan niet duidelijk is, ja, dan kan dat door de rechter worden afgestraft. Hier komt dus ook de bestemming, want dit plan, dat is niet in kleur, zal ook de bestemming komen. U zal misschien op dat plan, dat dan tot stand, nog tot stand moet komen, zult u daar misschien zaken als groen zien ingekleurd. Dan is het de vraag, is dat wel echt groen ingekleurd? Dat kan soms een opsmukperiode zijn, een opsmukpoging zijn. U gaat er ook zien, op dat plan, daar komt ook de bestemming. Men gaat een aantal zones voorbehouden voor, ik zeg maar eens, recreatie, voor gemeenschapsvoorzieningen. Kan men daar een school aanleggen of niet, enzovoort. Dus dat plan is wel zeer, zeer belangrijk. Kom ik tot de volgende slide. Voilà. Dat is het belang van het GRUB. Dus dat GRUB is zeer, zeer belangrijk. Wat is er op 14 februari gebeurd? De regering heeft daar een beslissing genomen. Is dat juridisch bindend? Nee. Dat is juridisch niet bindend in die zin. Het is geen juridische beslissing die meteen aanvechtbaar is. Waarom? Omdat men daar nog altijd een aantal opties heeft ingebouwd die men nog definitief moet vaststellen. Dus als men een ruimtelijk uitvoeringsplan opstelt, dan maakt men projecten. Men stelt dat voorlopig vast, dan is er een inspraak, dan moet men adviezen inwinnen van een aantal instellingen, kunnen ook overheidsinstellingen zijn. De vraag is natuurlijk of die overheidsinstellingen zich wel keurig van hun taak kwijten als zij een advies geven. Maar uiteindelijk komt het tot de definitieve vaststelling. Kan dat gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan betwist worden bij een rechter, hier de Raad van State? Ja. Dus dat kan men wel degelijk betwisten en de Raad van State zal dat nagaan. Is dat wel zorgvuldig ontworpen? Heeft men alle adviezen ingewonnen? Houdt men rekening met de inspraak van het publiek, met de bezwaren en de adviezen? En, ook belangrijk, gaat men sommige zaken niet doorverschuiven naar de vergunning? Ik herinner u, u heeft dus een plan, u heeft een gewisselijk ruimtelijk uitvoeringsplan, uiteindelijk komt men tot die vergunning. En dan is het de vraag, ja, gaat men een aantal problemen, zeer belangrijke opties, niet doorschuiven tot op het niveau van de vergunning? Concreet soms om tijd te winnen. Concreet omdat er geen unanimiteit is in de regering, de Vlaamse regering. Enzovoort. Dat zijn allerlei aandachtspunten. Zeer belangrijk voor u, dat is hier het laatste. Als men afgaat op de informatie die beschikbaar is, er is een openbaar onderzoek voorzien van 16 juni tot 2014 tot 15 augustus. Dus 2 maanden. Hoe komt men aan die 2 maanden? Wel, omdat dat is vastgelegd in een aantal normen, in een aantal wetten, wat men noemt Vlaamse decreten of uitvoeringsbesluiten. Is die datum een fantastische datum? Er is een gedeelte dat gebeurt in de vakantie, dus het publiek, men rekent ook een beetje op de afwezigheid van het publiek. Maar bijvoorbeeld, als de wet 2 maanden voorziet, kan men nooit plannen dat een openbaar onderzoek enkel en alleen een kleine maand in de vakantie gebeurt. Dat gebeurt in sommige gemeentebesturen met delicate operaties. Het college beslist openbaar onderzoek op 30 juni en dan plakt er iets uit op 15 juli. En dan na 30 dagen zijn er geen bezwaren en opmerkingen en de kous is af, want het publiek heeft geen opmerkingen. En dus moet men ook niets meer motiveren. Met 2 maanden geraakt men er een beetje moeilijker vanaf. En zeker met alerte organisaties zoals Ademloos er één is. Dit is het moment waar het publiek inspraak kan hebben en waar het publiek opmerkingen kan formuleren. Ik kom dan aan
De volgende fase, dat is de projectwerk, de stedenbouwkundige vergunning. We zijn dus na dat groep, dat fameuze groep, zijn er nog twee openbare onderzoeken waar we dus nogmaals rekening gaan houden met de inspraak van het publiek. Daar komen dus andere details aan bod dan in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat is daar de gelegenheid bij uitstek om hetgeen u nog niet verwoord hebt in dat openbaar onderzoek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan aan bod te doen komen. Samengevat, een zekere woordspeling, de wijken kunnen daar beter aan bod komen. Omdat ze kunnen zeggen, ja, daar wil ik dit of daar wil ik dat niet. Of je moet denken aan die hinderende maatregel. Of als het verkeer langs die bretellen weg moet, dan zal er daar het probleem zijn. Dus die openbare onderzoeken, er is een zekere timing. Wat u tevergeefs hebt aangekaart in een eerste openbaar onderzoek, u kunt altijd trachten om dat nog eens aan te kaarten in het volgende openbaar onderzoek, maar weet dat er ondertussen wel een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is aangenomen. Dus samengevat, samenvatting van deze slides is, het is nog niet voorbij, u heeft inspraak op een aantal wel bepaalde momenten tijdens wat men noemt een openbaar onderzoek, en daar is een zekere termijn voor voorzien en daar moet ook een zekere bekendmaking aan worden gegeven. De volgende slide is dan een slide die een beetje alles recapituleert. Het openbaar onderzoek. Iedereen, dat wil zeggen het publiek, in een aantal wetten en decreten en internationale verdragen zeggen wie kan inspraak hebben, dat is het publiek. U heeft een betrokken publiek, maar u heeft ook meer algemeen het publiek. Iedereen kan dat doen. Dus af en toe hoort u in een juridische procedure, ja, u heeft geen belang. Dat kan u niet zeggen, het publiek kan dat doen. Elke opmerking is nuttig, staat geschreven. Dat kunnen zijn technische opmerkingen over het verkeer, over de technische haalbaarheid, over het lawaai en uiteraard ook over de gezondheid. Dat zijn aspecten die misschien nu nog onvoldoende aan bod zijn gekomen. U kunt alles terug injecteren, ook alles wat men toevallig of niet uit het oog is verloren bij die opmaak van dat fameuze werk, dat nu openbaar is geworden, dat kunt u terug injecteren door te zeggen aan de overheid, kijk, u bent vergeten van dat aspect keurig te laten onderzoeken of zelf te onderzoeken. De vorm is van geen enkel belang. Wat wel van belang is, is de tijd. En uiteraard op het juiste adres een bezwaarschrift indienen. Waarom spreek ik van tijd? Wel, dat is die fameuze timing. Met bezwaren die later worden ingediend, wordt geen rekening gehouden. Uiteraard, als er een standaard bezwaarschrift wordt ingediend, dat is toch het advies dat ik geef in de praktijk, die ik tracht te hanteren in mijn gemeente. Als daar 30 mensen tijdig een bezwaarschrift hebben ingediend en u heeft daarna identieke bezwaarschriften na termijn, dan kunt u die nog altijd opsturen. Dat verhoogt tussenhaakjes de credibiliteit van het bezwaarschrift. En de overheid heeft er geen belang bij van te zeggen, ja, we gaan ze weigeren, want de inhoud is toch al meegedeeld in de eerste bezwaarschriften. Zeer belangrijk, vooral als een openbaar onderzoek gebeurt in de vakantie, op de valreep, in kleine gemeenten, op tijd indienen, een paar dagen voordien. En dan als er later nog mensen dat invullen, omdat ze plots van vakantie terugkomen en zeggen, oei, er is een probleem in mijn wijk. Wel, geen probleem, standaard bezwaarschrift invullen en aanvullend opsturen. En zo test je ook de goede wil van het gemeentebestuur. Want als ze dan zeggen, wij werven dat weg, dan zeg je, ja, maar je bent deloyaal bezig. Alle informatie kan erop komen. Belangrijk ook is uiteraard de bekendmaking. Hier zal dat wel geen probleem zijn, maar er is soms een probleem geweest van bekendmaking in de zin dat men zaken discreet aanplakte. U heeft een aanplakbiljet ter hoogte van de werken, maar waar zijn de werken hier? Ja, God weet waar dat ze gebeuren. Groot probleem, misschien interessante juridische vraag, wat, maar dat moet komen, dat wordt aangekondigd soms in het Staatsblad, in een aantal lokale kranten, dat komt op de website van de overheid, enzovoort. Weet dat de Vlaamse overheid daar zeer gevoelig voor is, want die is op de vingers getikt, omdat ze in vorige procedures onvoldoende bekendmaking hanteerden. De filosofie was van de Vlaamse overheid, ik overheid plaats dat op mijn website en dat moet volstaan. Want iedereen zal mijn website lezen. Maar je moet natuurlijk eerst weten dat er een openbaar onderzoek is en dan op de website te gaan zoeken naar het openbaar onderzoek, naar dat bericht.
En zo is Vlaanderen op de vingers getikt. Laatste puntje staat geschreven. Ademloos zal ook een collectief bezwaarschrift opstellen. Uiteraard is het zaak van keurige bezwaarschriften op te stellen. Inspraak betekent dat iedereen inspraak kan hebben, maar een zekere coördinatie is uiteraard wenselijk als men de zaak optimaal wil benutten. Wat niet belet dat iedereen een individueel bezwaarschrift kan richten. Indien. De vraag nu, concrete vraag, ja, heeft de Vlaamse regering definitief beslist? Dat is een interessante site, je zult die terug op de website van Ademloos kunnen terugvinden. Niets is nooit definitief beslist, in die zin, men kan terugkomen op zijn stappen. U ziet hier, hoop ik toch, dat is een chronologische, het is begonnen in 1995. In deze periode, hier aan de linkerkant, ziet u goedkeuring, plan wet 2005. Keuze Oosterweel met viaduct, dan oktober openbaar onderzoek, project weg. En uiteindelijk ziet u hier volksraad 9. En dus alles wat hier is gebeurd, kon leiden bijna tot vergunningen, had men het gewild. Dat was mogelijk. Vergunning te betwisten bij de Raad van State, eventueel, maar het was mogelijk. En uiteindelijk is er geen vergunning uit de bus gekomen. Dus niets is definitief beslist tot op het laatste moment. En dus u ziet op de... Hier op de rechterkant ziet u dan 2011 Oosterweelverbinding met tunnel, opstart, plan weg. En dan de goedkeuring weg, keuze Oosterweelverbinding. En zo gaat men verder. Dus men gaat opnieuw. Dus niets is definitief beslist, maar u moet wel alert zijn om op tijd en stond de opmerkingen te kunnen doen. En weet ook dat het niet de regering is die opmerkingen in het voordeel van de burger zal doen. Het is de burger zelf die ze moet inbrengen. Ik heb daar als laatste slide, ik hoop dat het tot nu toe wat duidelijk was, toch een addendum aan toegevoegd. Knelpunten 2014, dat is mijn dada, dat is niet de slide van Greg Bergmans, maar ik wil toch de ogen doen openen op een realiteit die beangstigend is en die ik graag toelicht. Wat zijn de mogelijkheden voor rechtsbescherming? Rechtsbescherming wil zeggen, heeft de burger inspraak, kan hij het beleid van de overheid ombuigen en zeggen, kijk, misschien twee keer nadenken, misschien meer aandacht besteden aan de gezondheid van de mens, aan het milieu, van de mobiliteit, enzovoort, enzovoort. Er zijn een aantal instrumenten, en men spreekt altijd, we leven in een rechtsstaat, fantastisch, openbaarheid van bestuur, 0 euro, het kost niets. Ik heb geschreven tijdwinst. Wil dat zeggen, tijdwinst, dat is tijdwinst voor de overheid. U vraagt inzage van stukken en u heeft het gehoord, de overheid geeft geen inzage van stukken. Houd achter. Maar ondertussen lopen de termijnen wel om een zaak te betwisten. Raad van State, ik herinner het eraan of ik deel het u mede. Dat is binnen de 60 dagen moet u een betwisting indienen en u moet al uw argumenten in dat enig verzoekschrift binnen de 60 dagen indienen. Hoe kan u met kennis van zaken iets indienen als u niet alle informatie daarvoor heeft? Waarom houdt de overheid documenten achter? Ik ben ook twee decennia ambtenaar geweest, dus een beetje ervaringsdeskundige. Men houdt dat achter, gewoon om te zorgen dat het beroepsschrift bij de Raad van State minder onderbouwd is. Punt aan de lijn. Zo simpel is dat. En als u dan gelijk wilt halen met de juridische procedure om stukken af te dwingen, ja, dat is pech, want de juridische procedure over de openbaarheid van bestuur, die wordt afgesloten als die termijn om iets te betwisten bij de Raad van State al ruim voorbij is. Formele motivering, goed en wel. Sinds 20 jaar zeggen we, elke overheid moet de zaak formeel motiveren. Formeel motiveren. Ik geef een voorbeeld van formele motivering. De Japanse overheid wordt walvisvangst verweten. U gaat in beroep bij een Japanse rechtbank. Wat is de formele motivering? We doen aan wetenschappelijk onderzoek, punt. En de rechter aanvaardt dat. En zo zou het ook in België gebeuren. Hè. We geven graag kritiek op het buitenland, dat is natuurlijk vlotter en aangenamer en minder delicaat. Maar dat is een formele motivering, walvisvangst, punt aan de lijn. Dat is natuurlijk hypocriet, maar het is zo. Heeft u inspraak? Wel, u heeft inspraak dankzij internationale verdragen. Onthoud dat woord. In een volgende exposé zal ik er wel ooit op terugkomen. Arus, Arus. En ik ga ooit op bedevaart naar het stadje Arus in Denemarken. Dat is een verdrag dat waarborgt informatie van milieu,
inspraak van de burger, toegang tot de rechter. Dat zijn drie zaken die essentieel zijn en die een probleem zijn voor de Vlaamse overheid, voor de Belgische overheid. Maar dat verdrag is nu eenmaal, wat men noemt, geratificeerd. Dat geldt ook in België, punt aan de lijn. En als de Vlaamse overheid op de vingers wordt getikt door de Raad van State, door het grondwettelijk hof, is dat altijd met verwijzing naar het verdrag van Aarhus. Eenmaal dat je iets geratificeerd hebt, moet je het ook toepassen. Punt aan de lijn. Belangrijk punt, volgens mij, bemiddeling, ombudsdienst. 1. Voordelen, het kost u niets. 2. Geen formalisme. Dus als u het zelfs niet handtekent, geen enkel probleem. U moet ook geen termijnen respecteren. Dus maak gebruik van de ombudsdienst. En als er dan een vraag is, een juridische vraag voor de juristen, ja, maar zijn je wel op tijd? Mocht je wel die beslissing reeds betwisten? De juristen zeggen dan, je hebt geen belang. Dat is allemaal geen probleem bij de ombudsdienst. De ombudsdienst wordt geacht u beter te begrijpen, uw verzichtingen beter te begrijpen. Dus als u kan, leg de zaak ook voor aan de ombudsdienst. En dat gebeurt, in het verleden is dat gebeurd. En ik hoop dat het nu ook gebeurt. Het kan nooit kwaad. En het is betaald door de belastingplichtige en het is een dienst die zeer goed werkt. Wat zijn nu de knelpunten? Ik zal er snel over gaan, maar het is toch belangrijk. Unus judex, en in deze stad moet men Latijn spreken tegenwoordig, dus wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, 1. Men creëert een aantal rechtbanken en u moet zich wenden tot de 1, tot de Raad voor Vergunningbetwistingen voor vergunning 1, tot de Raad van State voor de Milieuvergunning 2, tot een rechter in kort geding voor, dus het is A plus B plus C. Dat is het Belgisch systeem en het Vlaams systeem blijft hetzelfde. Dus dat kost meer. Dat is een verspilling van energie, maar dat is de keiharde realiteit. Er zijn uiteraard ook verschillende termijnen om de zaak natuurlijk niet gemakkelijk te maken. Een probleem, persoonlijke kritiek die ik heb, u leert dat, bemanning, collegiale formaties. Bij de Raad van State was het tot nu toe, nog altijd, men behandelt zaken minstens met drie rechters samen. Dat moet beredeneerd zijn. En een rechter, of een kamer met drie rechters, zal sneller een vernietiging durven uitspreken. De Raad voor Vergunningbetwistingen op Vlaams niveau, wegens onderbemanning, dat is altijd een alleenzetelende rechter. En ik vind dat persoonlijk zeer vervelend. Er is, als Vlaanderen echt rechtscolleges wilt hebben, moet ze ook de mogelijkheden geven, de financiële mogelijkheden, zodat ze met drie rechters samen of vijf rechters samen iets beslissen. Dat gebeurt niet en volgens mij is dat een probleem. En niet alleen een probleem van mogelijke beïnvloeding, dat is een probleem van structurele werkingen. Bijkomend probleem, rolrecht. Rolrecht is het geld dat je moet betalen om iets in te dienen. Dat is 175 euro, Raad voor Vergunningbetwisting, Raad van State 200. Het probleem is, het is per verzoeker. De nieuwe wetgeving die dit jaar bevestigd is en vorig jaar voor de Vlaamse wetgeving, door de Vlaamse wetgever, zegt het is per verzoeker. Dus als je collectief met 10 man of met 100 man betaalt u 175 euro maal 100. Weet dat we dit momenteel betwisten bij het grondwettelijk hof, met verwijzing naar Aarhus. Dat fameuze verdrag van Aarhus zegt dat de procedure niet kostelijk mag zijn. Ons argument is te zeggen voor milieuverenigingen, belangengroepen, kun je niet eisen dat je per verzoeker moet betalen. En als je maar iets indient op naam van één verzoeker, is het argument altijd, er zijn 500.000 Antwerpenaren, er is maar één verzoeker, dat is één klagende ziel, meneer de rechter, houdt daar geen rekening mee. Dat is weer iemand die zegt, niet in mijn bakje uit, of we weten het allemaal, terwijl het gewoon een probleem is van geld. Zo simpel is het. Dus de Vlaamse wetgeving, de nieuwe en de federale, herbevestigd, gaat in de verkeerde zin. Rechts-RPV, rechtsprekingsvergoeding, wat is dat? In burgerlijke zaken is het zo, de verliezer betaalt een deel van de advocaatskosten van de winnaar. Dat is een aanvaard systeem, of dat goed is of slecht, dat is iets anders. Maar dat is gangbaar. Dat is tot nu toe, u hoort het wel, tot nu toe, niet van toepassing bij de Raad van State. En ook niet bij de Raad voor Vergunningbetwistingen. Wat is er gebeurd op 1 maart 2014? U zal het raden. De Raad van State bestaat nu de rechtsprekingsvergoeding. Als de staat verliest, dan is dat geen probleem. Dan gaan ze die rechtsprekingsvergoeding van 2000 euro bijvoorbeeld met de glimlach betalen. Het is toch u en mijn geld. Maar als een individu verliest, een wijkbewoner, een actiecomité, dat maar 4000 of 5000 euro in kas heeft, dan is er een probleem. Weet dat dit betwist wordt
bij de Raad van State, maar niet door de orde van de advocaat, maar door een enkeling, waarvan ik dan toevallig de raadsman ben. Maar dus, dat wordt betwist, maar dus wel een achteruitgang, een gevaar. En dan kom ik op dat punt van, ik heb u gezegd, misschien gaan we 10 vergunningen afleveren. Want wat is de truc van de overheid? Mogelijke truc, als je een beetje machiavellistisch nadenkt, we gaan 10 vergunningen geven. Als ze dan dat willen betwisten met 20 man om credibel te zijn, 20 man maal 200 euro, maal 20 procedures. En als ze dan verliezen, nog 20 keer rechtsprekingsvergoeding. En als wij staat verliezen, dan is dat toch het geld van de belastingplichtigen. We zijn dus, we glijden af naar een zeer slechte situatie, dat is mijn persoonlijk standpunt. Ik vind daar weinig gehoor bij, ook bij confraters moet ik zeggen. Maar we gaan evolueren naar een zeer slecht resultaat. Ik heb ernaar gedaan hoor, maar nog 2 of 3 puntjes. Het wordt nog erger. De bestuurlijke lus, nooit van gehoord, ingevoerd in een Vlaams decreet, wordt betwist bij het Grondwettelijk Hof. Uitspraak zal binnenkort volgen. Wat is dat? De filosofie is van te zeggen, kijk, de Vlaamse overheid was een beu dat de Raad van State vergunningen vernietigt. Wat heeft hij dus gezegd? Eén, ik ga mijn eigen rechtbank creëren. Raad van vergunningen betwistigen. Ze zijn onafhankelijk, dat is niet het probleem, maar het was een verkeerde reactie. Om te zeggen, wij verliezen bij de Raad van State, dus de Belgische Raad van State is een slechte rechtbank. Nee, die spreekt goede beslissingen uit. Als die zegt dat een vergunning niet regelmatig is, dan is die niet regelmatig. Punt aan de lijn. Maar wat is het probleem van de bestuurlijke lus, heeft men ingevoerd? Dat is het volgende. De rechter bekijkt het dossier en dan zegt hij, ja, dat openbaar onderzoek, u bent vergeten van dat door te voeren. Hè? Stel, wel, ik als rechter, ik handhaaf de vergunning, maar ik geef het bevel aan de Vlaamse overheid om openbaar onderzoek te doen. Komma, wetende dat ik als rechter al gezegd heb, die vergunning wordt gehandhaafd. Dus met andere woorden, om de schijn hoog te houden, gaan we een openbaar onderzoek inrichten, waarvan diegenen die deelnemen weten bij voorbaat dat het niets gaat opbrengen, want de vergunning wordt al gehandhaafd. Het wordt betwist bij het Grondwettelijk Hof. Het is bij het begin op 8 januari. Weet dat we nog eens verwijzen naar het verdrag van Aarhus. Dat komt altijd van te pas, want Aarhus zegt openbaar onderzoek moet gebeuren op het moment dat alle opties nog open zijn. Als u de bestuurlijke lus toepast, dan zijn alle opties niet meer open, want de rechter heeft gezegd, het is goed, maar kunt u het misschien een beetje meer motiveren? En een openbaar onderzoek, ah, sorry, u bent dat vergeten, geen probleem, richt dat maar in, maar en passant, de vergunning die wordt toch gehandhaafd, dus geen probleem. We glijden af, dames en heren, naar een zeer slechte situatie. We moeten alert zijn, of toch een aantal advocaten zullen alert moeten zijn. Om alles nog mee te maken, ik zal het daarbij houden, heeft nog een laatste puntje, dat is de handhaving. Die is van toepassing bij de Raad van State sinds uw kandidaat vanaf 1 maart 2014. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat de rechter vaststelt dat een vergunning onwettig is, maar hij zegt dat het niet handhaven gevolgen van het verleden. Dus ik zeg aan de overheid, ik rechter, volgende keer zullen we dat niet meer mogen doen. Maar de vergunning is wel onwettig en dat wordt zo gehandhaafd. Ik zeg niet dat dat systematisch zal worden toegepast. In de wetgeving staat dat dat uitzonderlijk moet gebeuren. Maar dames en heren, wat is uitzonderlijk? Als de regering gaat pleiten dat de zaak van kapitaal belang is voor de stad Antwerpen, hoofdstad de facto van Vlaanderen, ja, dan is de zaak uitzonderlijk. En dan worden de gevolgen met zich behouden voor het verleden. En zit men op een scheep met een aantal definitieve zaken. Een voorbeeld van een definitief verworven zaak is de gevangenis. Men heeft de gevangenis geplaatst op de plaats waar het mechanotracé zou moeten komen, als ik goed begrijp. En dan zegt men, ah sorry, mechanotracé kan niet meer, want er is een gevangenis. Dus, samengevat dames en heren, de situatie voor 2014 ziet er slecht uit. Er zijn nog een aantal mensen die sympathie hebben voor uw optreden en voor de rechtsstaat. Maar wees ervan overtuigd dat de zaak moeilijk zal zijn om juridisch alles uit de kast te kunnen halen, maar het is niet verloren. Als eindpunt zou ik 1 zaak nog willen citeren, het duwvaartkanaal. Gaat zeggen, wat is dat voor iets? Wel, ik woon in het noorden van Antwerpen, er is de secretaris van Red de Voorkemp is hier. Het duwvaartkanaal was het volgende, voor de jongsten onder u die dat niet kennen. Als u van Antwerpen naar Breda reist, ter hoogte van Schoten, Sint-Jan, rijdt u over een grote brug over een grote
pas, we noemen dat de IT-pas. Dat is naast een zeer hoge antenne, dat is de VRT-zendtoren. En wat is de historiek van die pas? Wel, dat was het fameuze Duvaartkanaal. In het jaar 1960 heeft de regering, en toen was de CDP altijd aan de macht, dat was de CDP-staat, heeft toen beslist, we gaan een Duvaartkanaal inrichten rond Antwerpen. We gaan een ring rond Antwerpen maken. Dus de schepen komen van Dijk. Ze gaan zo, en in plaats van in Antwerpen te moeten circuleren via Antisluis, dan gaan we zo de ring doen vanaf Oerlingen tot Zandvliet-Berendrecht. Er is daar verzet gekomen, verzet van de landbouwers. Die hebben gezegd, ja, ik moet mijn gronden niet onteigenen. Dus men had al de zaken gereserveerd. Hè. Op plan ziet u, het is een gereserveerde strook, het was een ganse ring. En dan heeft men gezegd, we gaan ook een autostrade bouwen naar Breda, dus dan moet ik toch snel al iets eronder bouwen, eronder graven, en zo heeft men die pas gebouwd. En uiteindelijk hebben lokale afdelingen van de CDP, onder meer in de gemeente Schoten, hun federale top kunnen overtuigen van dat plan te verlaten. Niets is dus onmogelijk, het Duvaartkanaal is daar het voorbeeld van, maar het heeft wel wat tijd genomen, en het was wel... Het moment voor de burgers om eens na te denken, wat doet men met mijn belastinggeld? Dat is het Duvaartkanaal en ik hoop, ik weet niet wat er nog een Duvaartkanaal moet komen, ergens bij het Sportpaleis of zo. Misschien liever nog een kanaal dan blijkbaar een ring. Dus samengevat, openbaar onderzoek, doe met z'n allen mee, teken in. Het aantal is zeer belangrijk. En tweede zaak, verschiet niet als u in een aantal procedures plots in de krant ziet, er zijn problemen. Er zijn problemen. In verband met de rechtsbescherming, in verband met de wetgeving. Ik zeg niet om duidelijk te zijn dat er een complot is tegen de burger, maar diegene die een complot tegen de burger zou opvatten om zijn rechten af te bouwen, die zou het nooit anders opvatten dan een bestuurlijke beslissing voeren. Enfin, u kent het gans niet. Men kan het niet anders doen en dat is een spijtige evolutie. Voilà, dank u wel.